Kok! Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe Klaas Komt Kijken. Een bijzondere deze keer, want je weet, je kan je opgeven via zapplive.nl en dan kom ik misschien wel bij je kijken. Dus je agendapunten van de komende week, dingen waar je naar uitkijkt, waar je tegenop ziet, die moet je even vertellen. Ik loop nu al te hijgen, want deze week hebben we een speciale editie. Ik was namelijk van de week ziek. Ik zou eigenlijk naar Jury gaan, naar groep 8. Die hadden een afscheidsdiner, zouden gaan koken en zo. Zag er hartstikke leuk uit. Maar je hoort het wel een beetje aan mijn stem. Ik ben niet helemaal lekker. Dus ik heb een dag echt thuis op bed gelegen. En nu gaat het wel weer. Maar ja, was er geen tijd meer om een vlog op te nemen, zo los. Dan heb ik alleen iets anders bedacht. Ik ben namelijk... Oh, even zitten. Ik ben namelijk in Heerlen. Ik ga zo meteen het glazen huis in. Ik dacht, het is wel leuk voor jullie om even te zien hoe dat eruit ziet. Misschien kan ik wel even in de slaapkamer kijken. En ik heb dit ding meegenomen. Jawel, de Onxboard. Als je Klaas kan alles hebt gezien, dan ken je hem. Dat is het apparaat waarmee ik elke keer die gadgets kreeg. In dat prachtige Radio Kootwijk kwam er iemand zo aanrollen. Je mag hem nu even niet op straat gebruiken. Dus ja, ik moet ermee sjouwen in plaats van mee rollen. Het is wel een hele tocht. Dus ik ga het proberen. Om dat gekke glazen huis te vinden. Niet te doen dat ding, man. Ik mag hopen dat het niet al te ver is. Rechts om de hoek en dan zie je dat straks. Rechts om de hoek. Ik heb meteen rechts gedaan. Super, man, dankjewel. Even volhouden. Kijk. Daar is hij gewoon. Het glazen huis 2015. Hallo. Over het hek heen kijken. En deze. En hier is het glazen huis. Nou, en daar gaan we zo binnen kijken. We hebben ook nog vet veiling uit voor Zet Lang. Ja. De top 5. Ja, we hebben natuurlijk. Nee. Ja, we hebben niet kijken. Oh ja, ik ben dan bang. Maar het idee is, we hebben aan het begin van Zet Live altijd zo'n top 5. En jij mag hem dan samenstellen en je mag hem presenteren. Dan kan je dan opbieden via de website, wat is het, 3fm.nl/veiling denk ik. Daar staat hij op en dan heet hij waarschijnlijk presenteren top 5 Zet Live. Die gaan we niet bekendmaken vandaag, maar jij weet het alvast wel. Behalve dan, als je Zet Live had gekeken, dan had je het nu al wel kunnen weten. Wat ga je doen? Dit is mijn grote vriend Tim. Die of die lens? Welke lens? Ja, dit is geen, dit is nep. Dit is nep? Ja, kijk, dit is een heel goed dingetje met... Oh, oh. Stabilizer. Kok! Ja, het gaat goed nu, geloof ik. Ja, dit is heel tof ding, kijk. Yes, wat leuk. Ja, zo. Hallo vrienden. Hallo, dit is Tim. Dit is, wat was je naam ook weer? Ja, maar niet uit. Hé, hey, later hè. Zo over je nek heen rijden. Ja, het is een beetje gevaarlijk. Wat gebeurt hier? Domien Verschuren. Is gewoon binnengelopen. Hallo. Met zijn koffertje. Ja. Is allemaal mensen dit. We kunnen beginnen. Mag heel even binnen sneaken nog, hè? Ja, straks is jullie private dome. Nu mag het nog, kijk. Heb je al een bed gekozen eigenlijk? Nee, ik kom hier. Ik ben echt net een minuut binnen. Ik ga voor een prinsessen bed gaan. Mag ik nog echt alles kiezen? Dan wil ik heel graag prinsessen bed. Wow. En dit is de dagboekkamer. Heb je een dagboek? Het bestaat echt. Lief dagboek, en dan mag je hier gaan zitten. Ik had de geruchten al gehoord. Oké, dit is wel vet. Dus hier zitten straks Giel, Domien en Paul. En die gaan dan vertellen, lief dagboek, ik zit er zo ontzettend doorheen. En dat vertellen ze dan tegen deze camera. Zo, was het maar een kerstavond, hè? Weet je. En hier slapen ze dus. Hoi. Domien heeft zijn bed al gekozen, dat wordt ik dit. Ik pak het onder de bed, dus. Dan gaan we het huis in. Hallo, dag. Welkom in het glazen huis. De pre-show. De pre-show, de warme nu. Wel vet, zeg.
Kijk, dames en heren. Ja. Serious request. Ik kwam op een heel bijzonder ding binnen, wielen. Wat is dat voor een soort skateboard met wielen? Ja, het is een het is een oxboard. Een oxbar. Een apparaat met twee wielen en een elektromotor erin. Of liever gezegd, twee elektromotoren. Ja. Die je bestuurt eigenlijk met je gewicht. Dus als je naar voren leunt, gaat hij naar voren. En, een soort segway met een anders. Ja, segway zonder stok. Ja. Ja. Maar die kun je dus, daar kun je dus op bieden. Die zetten wij op de veiling. Die staat er volgens mij nu al op. En dan kan je daar gewoon op bieden. En de hoogste bieden, die maak ik er blij mee. Nou, dit was een van de meest chaotische vlogs die ik ooit gemaakt heb. Maar vooruit, ik heb het weer geprobeerd. En je hebt een indruk gekregen van het glazen huis. De oxboard staat op 3fm.nl/veiling. Ik zoek mijn auto hier. Waar staat dat ding eigenlijk? Geen idee. Nou, ik zoek mijn auto even op. Dankjewel voor het kijken. Abonneer je even. En doe maar een likeje voor de moeite. Want echt goed was het niet vandaag. Goed, je kan niet alles hebben. Bye bye.